Wij nemen u mee met de werkzaamheden in een bloembollenkwekerij een heel jaar rond. Van bol tot bloem. Door deze behandeling blijven de bollen gezond. In de zuurstofarme ruimte worden de bollen behandeld tegen insecten en mijten. Hier in de Flevopolder, tussen Lelystad en Zwifterband, worden 34 hectare tulpenbollen geplant. De kleinste maatbollen moeten uitgroeien tot de maat waar de bollen van geplukt worden in de kas. De grasmat wordt gevreesd en gespit voor het planten van de bollen. Met de plantmachine worden de bollen tussen de twee netten in de grond gebracht, met een grondbedekking van ongeveer 14 centimeter. Het aantal bollen per strekkende meter wordt ingesteld. Satellietnavigatie, GPS, zorgt voor een strak patroon van bedden, met de registratie van het begin en eind van het betreffende soort. De uiteinden van de netten worden bij het roden weer opgepakt. Gewasbescherming is noodzakelijk. Wij gaan hier op een verantwoorde manier mee om, door toepassing van zoveel mogelijk biologische gewasbeschermingsmiddelen. Bij een normaal groeiseizoen komen de tulpen eind april in bloei. De bollen worden in verschillende klimaatzones geplant om een ruime bloeispreiding te verkrijgen. Onze bollen staan in West-Friesland, Flevopolder, Noordoostpolder, Bordeaux in Frankrijk en zelfs Nieuw-Zeeland. Binnen Nederland heb je al verschillen in bloeitijd. Zeeland het eerst, wel een week eerder dan in West-Friesland. In de Flevopolders bloeien de tulpen ook wel een week eerder.
Tegenwoordig wordt ook veel onder plasticfolie geteeld om de bloei te vervroegen. Om de infectiedruk van diverse ziektes tegen te gaan, kweken wij eens in de 7 jaar op dezelfde perceelgrond. Een deel van onze kwekerij bestaat uit biologische tulpen. Het onkruid is een probleem. Voordat de tulpen opkomen, wordt het veld schoongebrand. Tijdens de groei wordt het onkruid weggeplukt op lichtbinnen. Organische mest en biologische gewasbescherming geven een gezonde bloem in de broeierij. Hier zijn we weer in West-Friesland, in Opperdoes en bij Hoogkaspel. Bij het selecteren in het veld worden de afwijkende en met virusieke planten verwijderd. Vroeger, voor de teelt tussen de twee netten, werden de zieke planten met een speciaal steekschepje uitgestoken. Dit gereedschap zou bij de nettenteelt de netten beschadigen. Nu spuiten we een druppel groeistof in de oksel van een blad, waardoor de bol verschrompelt. Selecteren is een specialistisch werk. Al voor de bloei, als de planten groot genoeg zijn, wordt hiermee begonnen. Planten met een kleurafwijking op het blad van paars naar blauw moeten worden verwijderd. Vooral bij de gele en witte tulp is het virusbeeld op de bloem moeilijk te zien. Om de bol optimaal te laten groeien, worden de bloemen gekopt, zodat de sapstroom naar de bol gaat en niet meer naar de bloem. De kweker op het veld zorgt voor het optimale uitgangsmateriaal met voldoende energie in de bollen om in de kast te laten uitgroeien tot een mooie, gezonde bloem. Met eigen vervoer wordt de nettenrooimachine naar diverse rooilocaties gebracht. De netten worden aan het begin van het bed opgepakt en op de onder- en bovenrol opgerold.
De GPS-registratie bij het planten geeft bij het rooien aan waar het ene soort eindigt en de andere partij begint. De bollen worden door de netten omhoog uit de grond getild. Het moment van rooien steekt heel nauw. Als de bol begint te kleuren, is het tijd om te rooien. Te vroeg rooien leidt tot problemen bij het broeien in de kas. Op een normale werkdag wordt er gemiddeld 3 hectare bollen gerooid. Bij aankomst op het bedrijf wordt het soort, de herkomst en hoeveelheid genoteerd. De bollen van het veld worden gedroogd door de lucht door de kuubskisten te blazen. De lucht wordt tegen de schuimrubberblokken geblazen en vindt zijn weg door de kisten met de bollen naar beneden en omhoog. De lucht voor het drogen wordt uit de kas gezogen. En als de temperatuur te laag is, wordt er bijverwarmd met de heaterblokken. Na 24 uur worden de kisten gekanteld om de vuilophoping los te werken. Bij de juiste droging stopt het proces om uitdrogen van de bollen te voorkomen. De gedroogde bollen worden geschoond door ze te zeven en het scheiden van de grond en het afzuigen van de losse bollen uit. Bij het schonen worden de kleine bolletjes onder ziftmaat 10 van de grotere gescheiden. De bollen boven zift 10 worden gebruikt voor het broeien in de kas. Niek Schouten, de grondlegger van het bedrijf, is op 84-jarige leeftijd bezig met nieuwe, nog kleine soorten te pellen. Pellen is de kleine nieuwe bolletjes van de oude af te halen en de losse huid en wortelpruik te verwijderen. Kijk, maar al die kleintjes die worden niet opgezocht. Die anders worden er vele weggegooid. Maar elke is er eentje om vooruit te gaan. Want ze willen met één bol met deze, dus zakjes af worden opgeplant. En dat was voorheen, deze nieuwe zijn er veel die dat doen. Hè. En daarom zijn er op heden heel veel nieuwe soorten ook. Dat was voorheen ook lang niet zo. Toen bleven de soorten oude soorten veel langer in stand. Nu komen er steeds nieuwere soorten, nieuwe rassen. En dat is ook wel goed, want er komen nieuwe verschillende bloemen ook. Komen. Dat is ook alles de vooruitgang die je had, heel goed. In de pijlschuur heb je 2 pijlstraten.
Er is veel gemechaniseerd, maar nog veel handwerk voor een laatste controle. De gepelde bollen worden op de maten onder 10, 10-11, 11-12 en groter gesorteerd. De maat onder 17 is het plantgoed voor het volgende seizoen. De bolmaten boven 17 worden verwerkt bij het broeien in de kas. Om mogelijke ziektekiemen te verwijderen, worden de kisten voor het nieuwe seizoen gereinigd. Dit zand is het afdekmateriaal voor de bollen die op de potgrond in de bakken staan, om omhoog en scheef groeien te voorkomen. Tegenwoordig wordt 90% van de tulpen in de broeierij op water gebroeid, zonder grond. De bollen worden op prikpennen geplant, ongeveer 100 bollen per bak, waarna de bakken worden gevuld met water waaraan meststoffen zijn toegevoegd. De opgeplante bollen gaan ongeveer 2 weken de koelcel in, bij een temperatuur van 9 graden, tot de wortels goed zijn ontwikkeld. De bollen zijn nu gereed voor het volgende stadium, het opkweken tot de bloem in de kas. De vulautomaat plaatst de 60 bakken van de pellet in 2 containers van 30 bakken. Op 1 container staan dan ongeveer 3000 bollen. De doorlooptijd door de kas tot de bloempluk rijp is, varieert van 24 dagen bij koud en donker weer tot 14 dagen in het voorjaar. De kas wordt verwarmd door een buisverwarming boven het gewas. De sproeiboom geeft water met voeding aan de tulpen. Het hele systeem in de kas is computergestuurd. Bij sommige cultivars groeit de oude huid van de bol mee omhoog. Die moeten worden verwijderd. Dit noemen wij hoedjesen. De nieuwste kas van 2014 is voorzien van luchtverwarming. De lucht wordt tussen het gewas gaan blazen. Hierdoor is de luchtvochtigheid beter te sturen. Deze ruimte
is geschikt voor een meerlagenteelt. De containers lopen dagelijks rond langs de vaste opstelling van het watergeven. We werken met twee systemen van plukken. Bij de nieuwste kas staan de plukkers op een vaste plaats en komen de containers langs. Bij het doorplukken, dus als de container gedeeltelijk is geoogst, gaat de container terug in de kas. Het afsnijden van de bol. Deze computergestuurde machine snijdt de steel af op de langste lengte en lengtes korter en borst iedere lengte op een vooringesteld aantal tulpen per bos. Bij het inrollen geven de ledlichten de lengte aan. De langste lengte groen en korter rood of blauw. De containers gaan naar de afdeling waar deze worden geleegd en ontsmet. In deze plukhal blijven de containers staan en gaan de plukkers naar de oogsten bloemen toe. De transportband verplaatst met de plukkers mee. Voor het doorplukken blijven de containers in deze ruimte staan. Een orde van Lidl, Duitsland, wordt klaargemaakt voor verzending. De leeggeplukte containers worden geleegd, gespoeld en ontsmet voor de volgende cyclus.
opslag in de koeling, wachtend op transport. Deze langstelige tulpen komen uit Italië. In de vrachtwagen uit Italië worden de bloemen gekoeld, maar droog vervoerd. Dit om groei en mogelijke ziektes tegen te gaan. De verpakking is dubbel uitgevoerd aangepast aan de lengte van de tulpen. De tulpen staan daar in de volle grond. De eerste in het seizoen in plastic kassen en later onder schermdoek tegen de felle zon en om hagelschade te voorkomen. Deze soorten kunnen in de kas niet op bakken gebroeid worden. De stelen zijn te lang en het blad kleurt in de kas niet mooi groen. In de koelruimte worden de bossen in bakken met een klein laagje water geplaatst. Elke bos wordt voorzien van een speciale verpakking, wat typerend is voor deze exclusieve tulpen. De dubbele tulpen worden in twee lagen geborst om breuk van de stelen te voorkomen. Het transport, grotendeels eigen vervoer, gaat naar diverse veilingen. Van waar ze, als ze door bemiddeling reeds zijn verkocht, worden opgehaald door derden. Of dat ze in de koelcel worden gereden om voor de klok te gaan.